Dag lieve mensen, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag en ik ga met jullie soort van kokkerellenachtig iets. Heel veel hoeft er niet te gebeuren. Maar ik denk, waarom ook niet? We gaan het gewoon weer doen. In ieder geval, wat ik hier heb is pangalicious knoflookkruiden. Deze ga ik lekker in de airfryer doen. Doe ik gewoon eentje erin, zitten er twee in. Eentje voor vandaag, die andere doe ik morgen. 200 graden, 12 minuten. Gaan we doen dan. Het verbaast me dat ik deze nog steeds heb, want ik vind ze zo lekker. Ik heb ze nog even niet, hè. Ik heb ze alle drie nog. Ik heb drie verschillende soorten gehaald een paar maanden terug. En dat maakt niet uit. Oeps. Lekker. Kijk hoe lekker ze eruit zien. Jan. In de airfryer mee. Nee, je hebt net eten gehad, moppie. 200 graden. 12 minuten. Laat ze laten zien. Die gedaan. En dan gaan we lekker bakken. De aardappeltjes gaan we bakken. Ik doe even een beetje olie. En kom op, de boter lekker mengen, klein schelen. Gewoon raar. Ik heb het idee dat ze dan extra bruin worden. Oké. En dan heb ik dus die mini grilltjes met kruidenbotersmaak. Ze waren de zak oorspronkelijk kapot gegaan, dus die heb ik maar even hierin gedaan. En ik maak gewoon een simpele salade met ijsbergsla. Ik heb nog sherry tomaatjes over, een komkommetje. En dan heb ik croutons en de yoghurtdressing. En ik had gehoopt dat ik nog witte kaasblokjes had, maar die heb ik dus niet. Heel misschien dat ik een paar stukjes brie in doe. Nee, ik ga geen brie erin doen. Witte kaas, oké. Brie, nee. Dus ja, die is lekker aan het opwarmen. Kijk, dat was aan de onderkant kapot gegaan. Dus. Maar dat had ik zelf gedaan. 10 tot 12 minuten bakken. Nou, ik pleur gewoon de helft erin. Met name pleur. Ja, en die andere helft is dan voor morgen. Misschien toch maar even iets harder zetten. Oké. Ik heb gewoon lekker vakantie nu. Fantastisch veel zin in. Alleen het wordt zulk slecht weer. Het is echt niet leuk eigenlijk. Nou ja, weinig aan te doen. Oké. Ik heb er twee schaaltjes. Eentje voor vandaag, de andere is voor morgen. En allebei doe ik wat sla. Wel een beetje overhouden, want ik ga morgen natuurlijk ook lekker broodje met brie eten. En dan vind ik een beetje sla eronder ook wel lekker. Dus dan moet ik een verdet beetje maar doen morgen. Dat is wel lekker, hè? Broodje brie met sla, komkommer en ik heb dan van die honing mosterd dressing om het een beetje af te toppen. Lekker man, daar hou ik van. Oké. Ik hoop dat jullie geduld hebben vandaag. Ik ben aardig aan het filmen. Deze wel even zo erop. Hoppakee. En even mijn snijplankje. Even, vind ik leuk. En mijn messie. Deze even wassen voor deze keer. Hoppakee. Even een paar simpele stukjes komkommer die wegrollen. Dat zou je wegrollen. Daar is iets voor nodig. Hebben we niet afgesproken, hè? Hi. Ik denk dat ik het zo ongeveer gelijk heb, toch? Geen idee. Met dikke plakjes hier en daar. Zo goed zijn mijn snijpunts. Ik jas het er gewoon in. Ik ga niks moois maken. Het is geen schoonheidswedstrijd, hè? Oh,
Misschien toch even ietsje zachter zetten. Hup, hup. Kijk, mijn pommetje is gedaan. Intussen zit al het kontje te snoepen. Ik eet het kontje gewoon op het kleine pitje na. Eet het kontje voor me gewoon lekker op. Dan heb ik hier cherry tomaten die ik nog over heb van afgelopen week. Die gaan er ook nog in. Ze meedelen werken. Ze hebben ruzie met mij. Ze zijn al gewassen. Dus dat hoeft niet meer. Ik hou gewoon echt wel van een simpele maaltijd. En dit zijn in mijn ogen, of is in mijn ogen echt wel een lekker simpel maaltijdje. Niks mis mee. Is het dat, hè? Ah ja. Zo. Lekkere frisse salade. Toch nog een tuintje achter de maag, voordat ze zwart zijn. Ik heb altijd zo'n moeite met die aardappels, ze slaat nergens op. Nou ja, niet altijd, maar ik wil ze gewoon mooi bruin hebben. Maar dat wil het vandaag niet. Nou ja, zolang ze maar gaar zijn is het belangrijkste. Even spieken. Ja. Oh ja. Ik heb wel deze nog. Jom. Ik hou van deze. Die gaan we ook pas van in doen. Want ik een beetje zo. Ik ga niet alles erin doen, maar wel gewoon een mooie portie. Hup. En dan kan ik deze maandag of zo opeten. Lekker man. Oké, dat is gedaan. Vergeet alleen nog één ding. Ik had ook eitjes gekookt. Wou ik even mijn visje omdraaien. Hot, hot. Zo. Eitjes gekookt. Eén voor vandaag en eentje voor morgen. Meewerken. Zo. Dat is één. En dan deze. Huppakee. Ene salade eventjes in de koelkast zetten. Die is voor morgen. Doe er nog geen croutons of dressing op, want dan weet ik het wel weer. Dan zit morgen geen bal meer aan. En dat willen we niet, hè? Ze ruiken wel lekker, die aardappeltjes. Oké, ik ga hem niet meer ijs snijden, maar ik doe het gewoon lekker zo. Oelala. Lekker hoor.
Ja, zeker zelf. Eigenlijk ook een beetje erbij. Oh, trouwens, eerst deze. Oeh, zo, hallo. Hij vloog bijna uit mijn handen. Dat zou echt dramatisch zijn als dat gebeurt met zo'n glazen fles. Maar ja, dat zou ook dingen die wel bij mij ook kunnen gebeuren. Doe niet al te veel, want in de coleslaw zit natuurlijk ook saus. Een klein beetje. Ja. Zo. Ik ga even fancy doen. Door knoflook erop te mieteren. Dat zijn we allemaal niet, hè? Hartstikke lekker met knoflook. Knoflook croutons. Oké. Okay. Tada. Lekker deze. Oké. Okay. Deze gaat lekker zo. Hup, hup. En dan aluminiumfolie voor mijn kwammetje. Hop, hop. Zo. Kijk, waar moet jij nog? Mijn visje moet nog een hele minuut. Vervelend. Oeps. Mijn bordje. Bekertje. En niet te vergeten. Melk. Die topjes altijd zo onzin hoe ze eraan vastzitten. Ik kan best begrijpen dat ze het niet laten rondslingeren, maar ik vind ze bloedirritant. Oké. Okay. Feeling hot, hot, hot. Oeh. Mijn visie. Tada. Ik heb ze een paar tellen eerder uitgehaald. Ze vast niet erg zijn, toch? En dan mijn bijzondere piepertjes die niet zijn zoals ik ze wil hebben. Hop, hop. Kijk eens aan. Doe maar lekker deze. Deze erbij op. En dan wil ik... voorbij de vis. Deze remoulade. En dan heb ik het. Dus het is voor zaterdag. Dus dat is vandaag en morgen. En ja. Ik zou zeggen fijn weekend.